Rotterdamse voetbalclub SVV zal altijd een hang hebben naar haar eigen roemruchte verleden. Maar de realiteit is anders. De eerste elftallen presteren ondermaats en de jeugdafdeling van SVV is zo goed als verdwenen. Wel is er ambitie en het is aan de nieuwe voorzitter Mario Krabbedam om die ambities waar te maken. Nou, dat komt goed uit, want hij is onze tafelgast vanavond. SVV, we zagen het al op de foto's. In een tijd dat wij allemaal volgens mij nog niet geboren waren. In 1949, als ik even zo snel inschat. Zelfs ik niet. Ik ook niet. Nee, maar landskampioen geweest. Ja. En nu vijfde klasse. Waar is het misgegaan? Oei, ja, dat is een lastige. Waar is het misgegaan? Op enig moment is het betaald voetbal uit Schiedam verdwenen. En dat heeft wel een hele diepe oorzaak. Hè. In die periode heeft een groot autobedrijf heeft toen de SVV gered om in het betaald voetbal naar de eredivisie te kunnen. En samen met Dordrecht? Daarna pas. Hè. Okay. Dus eerst is dat echt wel bij SVV zelf geweest. En toen er geen bouw van een nieuw stadion kon plaatsvinden in Schiedam, waar diverse locaties voor waren, is uiteindelijk de SVV samengegaan met Dordrecht. Dordrecht 90 stopte toen met bestaan en het werd SVV Dordrecht. En het jaar daarna is SVV daar eigenlijk weer weggegaan en is het Dordrecht 90 weer terug geworden van Kees den Braven. Ja, maar goed, het is eigenlijk een beetje bergafwaarts gegaan. Ja. En jij bent nu voorzitter geworden van een ploeg die eigenlijk behoorlijk diep in de put zit. Lager dan dit kan ongeveer niet. Wat drijft jou om nu met deze ploeg aan de slag te gaan? Nou, SVV is natuurlijk nog steeds wel een bolwerk in Schiedam. Ook al zijn we een hele kleine club. Het is wel die oude club uit de Gorzen. Met een prachtig complex, hè? Met een fantastisch complex en dat delen we met HBSS en Hermes DVS. Compliment aan de gemeente Schiedam hoe ze dat daar uit de grond hebben gestampt. Dus dat ziet er allemaal keurig uit. Dus alle gereedschappen om een succesvolle vereniging te zijn, die hebben we. Het zal alleen een weg van lange adem zijn, omdat we inderdaad diep zijn afgezakt. In 2020 was er een demissionair bestuur. En een werkgroep heeft toen gezocht naar een nieuw bestuur en daar hebben ze mij onder andere voor benaderd. En wij zijn nu sinds 2020 met een klein groepje bestuurders, helaas te klein, aan het kijken of we een wederopstanding van SVV kunnen bewerkstelligen. Maar enigszins masochistisch moet je wel zijn, neem ik, om deze functie te doen. Ja, dat klopt. En ik heb natuurlijk het is me wel met de paplepel ingegoten. Ja, want je vader was ook altijd voorzitter geweest van DRZ, de Rode Zon, de arbeidersvereniging in Schiedam. Dus, ja. Nou hebben jullie als bestuur ambitie uitgesproken, want jullie willen over 3 jaar, hebben jullie een soort stip op de horizon gezet, dat jullie, laten zeggen, een aantal forse stappen vooruit hebben gezet. Ja. Hoe luidt die ambitie? Nou, die ambitie luidt dat wij ten eerste in de breedte willen groeien. Dat kan zowel met senioren zijn, maar dat moet vooral bij de jeugd zijn, want de jeugd heeft toekomst. En wij willen met ons standaardteam, het vlaggenschip, waar de mensen toch naar komen kijken. Wij willen in 3 jaar tijd een stabiele derde klasse. Dat zou de kers op de taart zijn. Maar in ieder geval een aansprekende vierde klasse zijn. Zijn er dan nog levende beren die op de weg kunnen opdoemen die dit proces kunnen frustreren? Anders gezegd, waar lig je van wakker? Of wat moet wel meezitten? Laat ik het positief brengen. Nou, voor ons is de kantineomzet heel belangrijk. We hebben behoorlijk wat kosten. Het is een mooi complex, maar dat brengt ook behoorlijk wat kosten met zich mee. We hebben weinig vrijwilligers. Alleen contributies en sponsoren met een kleine groep leden, dat haal je niet. Dus daar lig ik van wakker. Dus we moeten in de breedte groeien om het hoofd boven water te kunnen blijven houden. De kantineinkomsten moeten daar een belangrijke bijdrage aan gaan leveren om het financieel gezond te hebben en te houden? Ja, als je nu naar de huidige tijd kijkt, alleen onze inkopen zijn al tussen de 15% en 20% duurder geworden. Ja, nou, en dan hebben we het nog niet even over de energieprijzen. Hè? Want heel veel sportverenigingen klagen momenteel steen en been en kloppen aan op de gemeentedeur, maar ook op de landelijke deur van jongens, help ons, want wij vallen andersom. Hoe is dat bij SVV? Nee, dat is bij SVV idem dito. Alleen, ik vind wel, je mag klagen, maar ik vind ook wel dat de gemeente Schiedammer heeft gestaan voor voetbalverenigingen. En die hebben een aantal maanden huur weggescholden. Die hebben in de coronaperiode zijn ze er ook voor ons geweest. Dus ik vind dat de verenigingen dan te veel klagen voor hetgeen wat ze hebben gekregen van de gemeente. Dus niet klagen, maar doen? Gewoon doen. En wat voor creatieve oplossingen verzinnen jullie dat dan? Nou, we hebben een grote jeugdmiddag gehad. Waar we met een kleine 20 vrijwilligers heel veel jeugd uit de wijk die achter ons ligt hebben getracht te bereiken. Om op die manier jeugd te krijgen. We hebben een samenwerkingsverband gestart met de Rising Star. Dat is een voetbalschool van André Waziman, een bekende voetballer uit de regio.
Die geven op dit moment op 3 scholengemeenschappen. Bij gymles geven ze voetballes. En de kinderen die nog niet spelen bij een vereniging, die proberen ze dan op woensdagmiddag en op zondagochtend naar SVV te krijgen. En zo proberen we dat vliegwiel aan de gang te krijgen en daarna vooral aan de gang te houden. Maar jullie zijn de jeugd echt kwijtgeraakt. Ja. Begint die aanvals weer te ontstaan? Nee, nog niet. Waar ligt dat aan dan? Waar ligt dat aan? Er zijn natuurlijk veel keuzes nog wel in Schiedam. Nou ja, niet alleen in Schiedam, ook in Vlaardingen. Als ik op bepaalde verenigingen, daar kom ik nog wel eens en ik zie hoeveel jongeren daar spelen, dan breek je echt je nek over. Ja. En daar kiezen ze wel voor. Waar komt dat door, denk je? Nou, kijk, SVV heeft dat ook gehad. Tot vorig jaar heeft SVV ook bijna 200 jeugdleden gehad. Maar die zijn vertrokken? Die zijn vertrokken. Het gaat te diep om daar, denk ik, nu vanavond om daar veel over te vertellen. Maak er een apart item over dan. Dat kunnen we zeker doen. En het is nu aan ons om de jeugd die op dit moment nog niet speelt, of bij een club speelt waar die het nog niet naar zijn zin heeft, om die naar SVV te krijgen. En daar kijk ik ook naar, en vooral naar ouders en naar opa's en oma's. Er zijn heel veel Schiedammers met een link met SVV. En die kinderen moeten samen met hun ouders en die grootouders aan de wieg willen staan van de wederopstanding van SVV. Maar dan moet je dus wel een beetje een groen-rood hart hebben. Ja. En waar zitten die mensen met deze hartskleur? Die zitten in heel Schiedam. Ja? Die zitten zelfs in Putten. Onze clubarchivaris die woont in Putten. Dat is Koos Rost. Ja. En die heeft nog steeds een woonkamer helemaal als SVV ingericht. Ja. Mag ik even op reageren? Ja, tuurlijk. Dat is eigenlijk ook een stukje geschiedenis van Rotterdam, van de Schiedam, sorry. En een culturele erfgoed, als ik mag dat zo benoemen. En dat moet je ook behouden en aan een volgende generatie doorgeven, anders ben je hem zo kwijt. Ja, maar daar zit de grote uitdaging, hè? Het doorgeven aan de, hoe moet ik het noemen, de 30, 40-jarigen op dit moment, dat is best lastig. Men wil graag bij zo'n club komen, men wil graag hun vertier hebben, maar ze willen het liefst zo min mogelijk doen. En dat zit vooral in die groep van vrijwilligers, waar we niet alleen wij bij SVV, maar wij in heel Schiedam wel last van hebben. En niet alleen Schiedam, hoor, ik ben bij VFC in Vlaardingen geweest, hetzelfde probleem. Maar het is tegenwoordig natuurlijk best wel duur, hè? Als je lid wil worden van een voetbalvereniging, alle sportvereniging. En heel veel mensen zeggen tegenwoordig, ja wacht even, geld kan je maar één keer uitgeven. Dan maar een beetje voetbal op het pleintje, maar niet meer bij een voetbalvereniging. Ja, maar ook daar, vooral voor de mensen die daar heel veel moeite mee hebben, zijn er echt wel gemeentes die kunnen ondersteunen. De oude Rotterdampas, die heeft verschillende benamingen hoor, inmiddels in diverse gemeentes. Dus daar is ondersteuning voor. Maar is het ook niet een gevolg van de, ook een nagevolg weer van de maatregelen tegen corona? Heel veel sportclubs of verenigingen, noem maar op. Mensen die gingen zwemmen of noem maar op. Het is in die periode heeft het even stilgelegen en dan moet je weer opnieuw op gang komen. Ja. Tennisclubs, noem maar op. Het is in alle sectoren eigenlijk wel, hoor. Er zijn wel heel veel mensen die individueel zijn gaan sporten. Maar die waren dolblij dat het voetbal weer begon en dat ze met hun team weer in het kleedlokaal zaten en konden gaan trainen en konden gaan sporten. Zitten hier sporters aan tafel trouwens? Kira, sport jij? Ja, nee, ik doe aan paardrijden, dus het is niet echt vergelijkbaar met... Dat is wel sport, ik laat ieder zijn mening hebben, maar het is niet echt vergelijkbaar met voetbal. Maar ook wij hebben maanden eruit gelegen. En dan zonder dat er echt lessen konden zijn. En ik denk ook dat voor elke sport, niet alleen paardrijden, maar ook voetbal, op welke vereniging je zit, je mist een soort van het teamgevoel. En die ben je toch een paar maanden kwijt. Dus je moet de discipline weer opnieuw opbrengen om weer te starten, om weer te gaan. En dat waar je jaren aan gewend was, wat normaal was. Ja. Laatste vraag. Wanneer is jouw missie geslaagd? Wanneer ben je helemaal tevreden? Ik ben helemaal tevreden als het werk wat bij SVV ligt om weer in de breedte te groeien. Maar even wat we kunnen doen met vrijwilligers. Ja. Maar dat zal lastig worden, hè? Om die vrijwilligers... Ja, maar die moeten wel opstaan. Als zij willen dat SVV blijft bestaan, ik ga er alles aan doen met de bestuurders die we nu hebben. Maar er zullen vrijwilligers op moeten staan om te zorgen dat SVV er over 10 jaar... Ga je ze ook actief benaderen, die vrijwilligers? Ja, doe je dat ook? Dat doen we al. En als mensen nu kijken, ik wil vrijwilliger worden bij SVV? Ja, dan weten ze mij echt wel te vinden. Ja. Ik woon er bovenop. Ik woon in het Hargepark. Dus, okay. Website is SVV? SV-SVV.nl. Goed. Ik hoop dat het gaat lukken. En we gaan je misschien iets eerder spreken dan over 3 jaar. Maar ik wens je wel veel succes met de missie. Dankjewel.